Live from the garden to the comfort of your home, Young Professionals Cafe presents Talk the Talk. Tonight, Erwin Dance, Sandrina Hönsel, Moreno Jackson, and Meredith Yuruya. Musical performance by Dell and Shemelda Dillingen. And now, your host, Gwamungindi Mwakipesile. Welkom bij onze allereerste aflevering van Talk the Talk. Ik ben je host, Gwamungindi, maar mijn vrienden roepen me Gwamu. Dus dat mogen jullie gewoon doen. Talk the Talk is gecreëerd om constructieve conversatie te starten, vooral met het oog op onze young professionals. Dit doen we niet alleen. Elke keer hebben we experts die we uitnodigen to join the conversation. Vandaag hebben we onze very own fashion designer Meredith Yuruya en onze network queen Sandrina Beverdijk-Hönsel. Laten we ze allemaal warm welkom heten. Ik zat na te denken, hoe moet ik Sandrina introduceren? Toen heb ik je bio gelezen op onze webpage en ik dacht direct eraan, ja, onze network queen. En ik denk dat mensen willen weten, Sandrina, is het geboren of is het aangeleerd? Of een beetje van beide, het networking part. Nou, ik moet je zeggen, het is een beetje van beide, omdat ja, je groeit erin. En het is ook wel, je wil het, dus het is, daarom zeg ik van, het is ook een beetje geboren. Maar je wordt er steeds beter in en dan wordt het een beetje natuurlijk. En ik stel het erg op prijs dat ik dan een queen word genoemd. En dan hebben we Meredith Yuruya, onze fashion designer mensen. Laten we Meredith even laten opstaan, want ze heeft deze dress vanochtend om 8:00 gemaakt. Like, sta op en give us a twirl. It looks beautiful. Thank you very much. En je hebt recentelijk ook nog je laatste kleding launch gedaan, toch? Ja, ik heb mijn nieuwe collectie gelaunched. Een paar dagen geleden. En how does it feel? Wordt het beter elke launch? Does it get easier? Ja, sowieso wel. Maar er is nog steeds gewoon pressure when you're in the moment. Maar ik zie mezelf wel groeien, dus dat is heel belangrijk. Love that. Aboom. Nu gaan we dus, voordat we starten met onze conversatie, het wordt leuk, gaan we even de mic overdragen naar Rodney Deekman. Hey, Vakka. Ik ben inmiddels 5 jaar, zit ik aan de universiteit, medische faculteit. En over 2 jaar mag ik mezelf uiteindelijk een specialist noemen. Ay, maar die 2 jaar, die moeten wel gefinancierd worden, hè? Dus vandaar dat ik hard aan het werken ben, alleen maar om ervoor zorg te dragen dat ik mijn school kan betalen. Maar dan komt de mattie van me gisteren bij me op bezoek. Hij zegt tegen me, hey, maar weet je dat er nu op dit moment mensen zijn die machines aan het bouwen zijn om het werk waar jij voor studeert over te nemen? Dat is sorry, maar één man. Ik heb ook kijk lafouillere. Toen wees hij me het artikel. En ik dacht, wat? Is het inderdaad zo ver? Mijn baan wordt zo meteen overgenomen door machines. Maar ik heb me wel laten vertellen dat er netwerkgurus zijn die ervoor kunnen zorgdragen dat de future jobs toch wel worden veiliggesteld. De vraag is, hoe? Burning questions. Oké, laten we nu lekker die discussie op gang brengen. En wanneer we dus praten over de future of jobs, merk ik dat we vaak praten over technologie. We praten over AI's, we praten over robots. En my question is, denk je dat networking also a skill is die daarbij hoort? What do you think? Wel, ik heb een beetje een andere gedachte over de toekomst, namelijk dat the future is human. Ik denk dat we dat ook hebben gemerkt tijdens COVID, dat we
door die verplichte rust en door die verplichte isolatie zijn we weer op zoek gegaan naar de human touch. Daarom geloof ik dat the future is human. Dus die robots gaan ons nog steeds nodig hebben. En daarom is netwerken dus heel belangrijk. En niet gewoon netwerken omdat je, like de hoe noem je dat, de hoeveelheid, maar de waarde ervan. Genuine netwerken is heel belangrijk, vooral voor de toekomst. Omdat, ja, als je een waardevolle connectie maakt, dan duurt het 20 jaar nog. Over 20 jaar kan iemand zeggen, hey, wacht, hebben we elkaar niet gezien bij Young Professionals Café? But if it's just a small talk kind of connection, dan denk je, ik ken je gezicht. Maar ik kon kinkje, ik kon oren, hè, maar ik weet niet meer wie je bent. Dus vandaar dat ik geloof dat netwerken voor de toekomst zeer belangrijk is. Interesting, want je maakt een mooie opmerking. Je zegt, die robots gaan ons nog nodig hebben. Maar soms denken we van, oh my god, these robots are coming. Like why, how do we fit in? Maar de people-to-people contact, zoals je het noemt, it's very important. En het gaat dus nooit weg, volgens jou. Nee, daar zorg ik wel voor. Ja. En voor future jobs zie je dat ook nooit weggaan? Voor future jobs, nee, zie ik het ook niet weggaan. Omdat door mensen als Meredith komen er steeds nieuwe soort jobs. En met mensen als Meredith bedoel ik gewoon, she's creativity in human form. To the max. Snap je? Dus ik denk niet dat mensen, zonder mensen lukt het niet hoor, op aarde. Oké, so, als er altijd mensen nodig zullen zijn, that means we need to connect. Toch? Yes. One human can do it all. Weet je, we hebben allemaal die goede ideeën, dus we need to come together. Yes. Dus als ik je zou vragen, denk je dat netwerken een professionele skill is? Mm-hmm. Would you agree? Is het dat ook? Ja, ik denk dat netwerken, het is al een job as in trainingen geven in netwerken. Maar ik, ja, het groeit steeds meer en het also innovatie. Het innoveert ook. Het gaat mee met de ontwikkelingen. En het gebeurde eerst in persoon, maar nu via LinkedIn of Facebook. En wie weet gebeurt het straks via telepathisch contact. I don't know. Maar punt is, je gaat blijven connecten. En als je slim bent, ik moet bijvoorbeeld erg slim gaan worden, slimmer worden, om het werkelijk tot een future job te maken. Je moet het in de markt zien en het dan grijpen en er wat moois van maken. Ja, want je zou ook wel kunnen denken, weet je, als we alles via social media doen en AI doen, sometimes we miss that human connection. En daarvoor dan is het een skill. Because yeah, it can be a job in the future, but is it a teachable skill? Is it a learnable skill? Yeah, it is a learnable skill. Oké, van nature ben ik wel een beetje een babbelaar, zeg maar. Ik vond het altijd leuk om met andere kinderen te spelen sinds ik klein ben. Maar ik zelf heb ook gemerkt dat ik nu beter kan connecten. Ook in mijn virtual drinks concept merkte ik dat gesprekken steeds beter werden. Ik merkte dat ik na een afwijzing, want dan ik stuurde mensen zomaar berichten op LinkedIn van, hey, zullen we een virtual drink hebben? En ik merkte dat ik ook, wanneer iemand me dan heeft afgewezen, ik er beter mee kan omgaan. Dus als iemand zegt, nee, niets voor mij. Of rejection. Meisje. Mm-hmm. Maar als één persoon je reject, dan geeft het 10 jaar een ja. En dat leer je dan along the way. Dus het is, je begint soms onzeker met je networking skills, zeg maar. Je denkt van, ben ik wel belangrijk genoeg? Dat denken we vaak. Gaat de CEO wel met me willen netwerken? Gaan ze hun skills aan mij willen overdragen? Maar waarom vraag je niet af, ga ik mijn skills aan die CEO overdragen? Want ik bedoel, als normale arbeider, dan zie je zoveel meer wat een CEO niet ziet. Dus jij kan die persoon ook wat leren. Dus de manier waarop je naar jezelf begint te kijken van, hey, ik ben wel waardevol, dat groeit. Dus onderschat je onzekerheid niet in de zin van, laat het je niet tegenhouden, maar laat het je juist fuelen, laat het je energie geven om, ja, ervoor te blijven gaan en te groeien en je waarde te zien en te snappen van, hey, ik wil graag met jou praten, maar geloof me, jij wil ook graag met mij praten. Snap je? En dan zo, dan voel je steeds prettiger erin. I love that. Ook het gedeelte waar je zei van, hey, wanneer we soms denken aan netwerken, denken we van, oké, van wie kan ik leren? Waar moet ik zijn? Maar wat jij daarnet hebt gezegd is geniaal in principe. Het komt neer op, maar wat kan jij bieden? Mm. Toch? Want waarom zou iemand met jou netwerken? Ja. Toch? Klopt. En komt neer ook op investing in yourself toe. Ja, investing in yourself. Geduld hebben met jezelf. Humble yourself ook wel. Laat me dat ook gelijk aan toevoegen. Zeg het, voor de people in the back. En gewoon puur zijn, genuine zijn. Zie niet alleen dollartekens wanneer je met een persoon praat. Maar zie echt die human
En wees ook die human. Je hoeft niet te doen alsof. Ik bedoel, als ik een MULO-diploma heb en jij een master-diploma, maakt dat mij niet minder waard. Ik kan nog steeds met je praten, want ja, ik heb ook iets in me. Ja. Yes. We kunnen dus van elkaar leren. Ja. En waar zou je een voorbeeld geven van jouw leven waar je zegt van, hey, it's because of networking dat ik daar ben gekomen. Of dat ik dat heb geleerd. Of die opportunity heb gehad. Want we hebben gesproken over netwerken. Misschien zijn de mensen thuis enthousiast. Oké, okay, I need to get up on it. Maar misschien kan je ze ook extra moed aanspreken door een ervaring te delen. Nou, mijn ervaring is vandaag eigenlijk de meest recente ervaring. Ik vind Young Professionals Café vreselijk goed concept. Het is gewoon de bom. En in de afgelopen 3 maanden geleden was ik dus mijn networking concept Virtual Drinks begonnen op LinkedIn. En daar heb ik dus gesproken ook met enkele van de heren die met Young Professionals Café bezig zijn. En dankzij dus dat wat ik heb gedaan om met ze te babbelen en echt mijn gedachten te laten weten en mijn enthousiasme over waarmee ik bezig ben, hebben ze me dus benaderd om dan in de eerste talk de talkshow te zijn met Miss Guamu herself. Dus I am very motivated om door te gaan, als dit het begin is voor mij. Love it, love it. Want dan wil ik dan even insteken bij Meredith. Want jij hebt over networking gesproken en bij Meredith wil ik een beetje praten over entrepreneurship. Maar laten we het even linken. Heb jij ook wel een opportunity of een gelegenheid gehad door het netwerk gebeuren? Meredith? Ja, zeker wel. Ik denk dat netwerken heel belangrijk is in ondernemerschap. Omdat je zo ook aan opportunities komt. Als je niet netwerkt met andere mensen, dan zie je ook niet wat er daar buiten is. En dat heb ik ook bij mezelf meegemaakt. Dus vroeger hield ik helemaal niet. Ik was very introverted. En ik kon wel praten, maar ik hield er niet van. Maar toen ik begon met fashion, en dan moet je interviews afstaan, je moet met klanten communiceren. En als je verder wilt komen, ga je moeten netwerken. Anders zou ik mijn collectie ook niet in andere landen kunnen showen als ik dat niet had gedaan. Dus netwerken is wel heel erg belangrijk. Love it, want bij ondernemerschap, like, people need to see your product. Ze gaan je niet komen vinden in je kamer, s'avonds, right? Exactly. En heb je een specifiek voorbeeld waar je zegt van, hey, that is the opportunity I got. Door mijn networking skills. Ik zag bijvoorbeeld een oproep op Facebook voor Fashion Fest. Mm-hmm. Toen stuurde ik hun een mail. Hetzelfde ook bij Black Fashion Week. En die is echt, die was wel surprising. Want eerst hadden ze me afgewezen. Like, okay, you cannot participate at Black Fashion Week. We zitten vol. Okay. En dan dacht van, okay, I'm just gonna push further. Ik postte dan nieuwe designs en zo. En dan kreeg ik terug een e-mail van hun terug. Van, hey, we hebben nog een plekje. Zou je mee willen doen? So it's like putting yourself out there. Ook al heb je een nee gehad. Maar gewoon door blijven gaan met waarmee je bezig bent. En gewoon weten dat je goed bezig bent. En een nee wil niet zeggen dat iedereen nee gaat zeggen. You just have to keep pushing. En mensen zijn er die je gaan ontdekken. Of ja, jij zorgt ervoor dat mensen jou ontdekken. Want ik ben niet gestopt bij Black Fashion Week. Er zijn nog heel veel andere dingen waarbij ik gewoon dacht van, Okay, eigenlijk ben ik een beetje zenuwachtig. Of I don't know how they will respond. Maar ik ga het gewoon proberen. And I just did it. En wat Sandrina ook zei, het maakt niet uit met wie je eigenlijk wilt praten. Like, even if the person is a CEO or whatever, we all are human. En dat heeft me ook geholpen. Like, om dat gewoon te beseffen dat we gewoon mensen zijn die in verschillende branches zijn. Dus wanneer we dus praten over the future of jobs in Suriname, toen dacht ik, weet je maar, denk je maar fashion designer. Is dat niet eigenlijk een job van de future in Suriname? Ik denk dat mensen eraan twijfelen, omdat het geeft geen zekerheid. Maar ik geloof niet in zekerheid.
En, want alles kan veranderen. Alles verandert ook. Dat wijst de environment ons ook gewoon. De natuur blijft niet hetzelfde. Kijk, kom ons heen in Suriname. Ja, precies. Dus als je dat gewoon in je mind hebt, like, okay, er is, ook al heb je een steady job, er is geen zekerheid. Like, morgen kan je gewoon ontslagen worden. En als je gewoon stappen durft te maken, like, doe gewoon waarvan je houdt. Het klinkt gewoon wel makkelijk, like, doe gewoon waarvan je houdt, maar it does take a lot of courage to do what you love. En ik denk wel dat het leven dat van ons wil, om te doen waarvan we houden. Zodat we gewoon gelukkig kunnen zijn en gewoon ook daarmee kunnen verdienen. En als we praten over de future of jobs, het kwam erop neer, dat zei Rodney ook, toch? Mensen gaan voor bijvoorbeeld zekerheid, medisch studeren. En Rodney realiseert van, oh wow, like over 5 jaar, will I even have my job? My artistry in Suriname, do you think there's a future for it? I definitely think so. Bijvoorbeeld nu zie ik de fashion industrie wel gewoon groeien. Er komen steeds meer designers erbij. Mensen proberen nieuwe dingen. En deze hele situatie heeft mensen ook creatiever gemaakt. So I definitely see art as a job of the future. Omdat we eigenlijk, wat Sandrina ook zei, we hebben de tijd gehad om tot rust te komen. En in rust vind je waarvan je houdt. Like, you come up with ideas, you come up with new ideas. Je ontdekt jezelf ook gewoon. En dat is ook met mij gebeurd. Ik wist wel gewoon dat ik hiervan hield. Maar nu heb ik door alle rust, heb ik gewoon een extra push gekregen om echt gewoon voor mijn dromen te gaan. Omdat, ja, in rust krijg je antwoorden. Als je mind niet rustig is, dan blijf je gewoon maar op wat er gaande is. Ik geloof dat iedereen gewoon zijn passie kan maken tot zijn werk. En it just takes courage. Like, ook al ben je zo, je bent niet zelfverzekerd. Gewoon die stap maken. Want daar, gewoon die, gewoon even een stapje maken en je ziet like a whole new world. So don't be afraid, because fear is being fed to us. And maar het leven is zo mooi. Er is zoveel meer dan bang zijn. Waarvoor ben je eigenlijk bang? Ja, om fouten te maken? Ja. Het moet gewoon zo zijn. We maken fouten, we leren en je gaat door. So don't be afraid to make the wrong decision or whatever. Als je verliest, heb je een les geleerd. Als je wint, ben je natuurlijk blij. But it's also a lesson. So just go for it. And be courageous. Yes. Wees moedig. I love that. En Sandrina, als je 1 tip kan geven aan de kijkers thuis. 1 tip om je networking skills op te krikken. Ja, één tip. Ik zou zeggen, luister. Luister. Je moet goed luisteren naar mensen. Je gaat daardoor die genuine connection kunnen maken. En luisteren doe je niet alleen met je oren. Je doet het met je ogen, met je gevoel. En wanneer je dus door hebt van, hey, die persoon voelt dat of die persoon denkt dat, dan kan je daarop doorvragen. En wanneer je dan daarop doorvraagt, dan voelt die persoon, dus eigenlijk, is net als een soort bluetooth eerst. Je luistert, je komt dichterbij en dan pap. En daar is die genuine connection. En die gaat in de meeste gevallen niet meer los. En dat zou ik als tip geven. Wees jezelf en luister gewoon goed wanneer je dus met iemand bezig bent. Ik neem die tip zelf mee. Listen. Love it. Okay, guys. Nu gaan we naar ons tweede segment. Dat is The Spot. We willen graag dat het publiek meedoet bij deze conversatie. Dus als mensen vragen hebben uit het publiek, mogen ze naar The Spot gaan en mogen ze die stellen aan onze experts. Goedenavond allemaal. Ik ben Manisha en mijn vraag is meer gericht aan Meredith. Je hebt een heel spannend traject meegemaakt tijdens het Black Fashion Week. Heb jij misschien wat lessons learned die je graag wil meegeven aan onze Surinaamse jongeren? Dan denk ik meer in de richting van hoe je omgaat met het falen van bijvoorbeeld een project, hoe je omgaat met rejections.
Want het komt namelijk veel voor, vooral in zo'n dynamische periode waar jongeren veel onder druk en spanning staan. Heb jij misschien wat lessons learned, wat tips of tricks voor ons? Ja, zeker. Wat ik eerder zei, ook al krijg je een nee, dat wil niet zeggen dat je journey daar stopt. Je bent gewoon precies waar je moet zijn. Dus die nee is gewoon, het moest gewoon daar zijn. En als je gewoon door blijft gaan, dan krijg je een ja, misschien. Maar dat is als je gewoon door blijft pushen. Die vraag is dan, hoe erg wil je het? Wat wil je allemaal ervoor doen om zo ver te komen? En ook al krijg je een nee of je belandt in een negatieve situatie, it's part of life. Je gaat gewoon door moeten zetten. Gewoon heel veel tot jezelf praten. Jezelf motiveren. Als je geen motivatie om je heen hebt, ga jezelf gewoon moeten motiveren. Want het is jouw goal. So you need to get that. You need to reach gewoon that goal. Dankjewel, Meredith. We hebben nog plek voor één vraagje. Kunnen we Lorenzo vragen? Ik zie Lorenzo op mijn lijst. Mijn vraag aan beide dames. Alles dat jullie tot nu toe bereikt hebben, is begonnen bij een droom. Met een droom. En wat was voor jullie eigenlijk de drijfveer om die stap te nemen van vandaag ga ik echt beginnen om te starten met jullie met je eigen business? Dank u. Sandrina, ga je die voor me beantwoorden? Ja, ik wil het graag beantwoorden omdat ik ook een beetje de andere kant eigenlijk wil vertellen. Dus Meredith heeft een succesvolle business. Ze is er echt hard voor gegaan. Mm-hmm. En ik aan de andere kant, ik heb verschillende dromen steeds. En ik deel graag ook die onzekerheid. Dan kan zij misschien straks ingaan op het gedeelte van en hoe bereik je dus wanneer het uiteindelijk echt die booming business is. Maar in het leven denk je soms van, hey, dat interesseert me, dan ga je ervoor. Mm-hmm. En wanneer het je niet meer interesseert, dan voel je bijna net een failure. Van, maar wacht, vooral nu met Instagram en alles en je ziet al die succesverhalen en je denkt, why am I not like this? En ik wil graag dus ook delen, stop niet met dromen en stop niet met die eerste stap nemen. Weet je hoeveel eerste stappen ik heb genomen? Van lange projecten en korte projecten. Maar ik ben er nog niet klaar mee. Soms is je hoofd zodanig dat je één ding voor een lange tijd kan doen. En soms moet je gewoon impulsen achterlaten op verschillende plekken. Zaadjes planten, soms is dat je talent. En ja, ik wil dan, mijn tip is, raak niet ontmoedigd als je niet bent zoals de rest. Zo, laat maar zeggen, langdurig. Ook als je wat kortere dingen doet, laat dat dan je talent zijn om zaadjes te planten. Ik hield van je opmerking, omdat we vaak praten over de glamorous side, toch? Maar what about the dark sides of it? Dus? Ja, het maakt je een beetje onzeker hoor. En gewoon doorgaan. Want we kijken naar Sandrina en Sandrina zit hier en Sandrina is doing all the things. En we denken van, hey, weet je? Dus dankjewel voor het delen. Ja, je moet ook huilen, dat helpt. Dankjewel voor die toestemming. Ja. Thank you guys. Thanks voor het publiek voor al jullie vragen. En ik wil Meredith en Sandrina bedanken omdat jullie je wijsheid met ons zijn komen delen. Thank you guys. En nu gaan we over naar onze break. Welkom terug bij Talk the Talk. Welkom, welkom Moreno en Erwin. Ik moest jullie die introductie geven. Dankjewel, dankjewel. Oké, laten we beginnen met Erwin. Jij hebt Bob. Ja, dat klopt. Talk to me. Ik ben een beetje boos op je, want volgens mij kunnen dames niet naar binnen. I feel a way.
Ja. Voor nu. Maar over een week dan mag je wel naar binnen. Maar zoals jullie weten, de Bob is een mobiele barbershop. Mm-hmm. En het staat dus nu aan de Wakapassi. So, just enjoy en kom naar binnen. We hebben ook een lounge, movie night. Movie night. Yes, so it's a whole lot, but it's innovative, right? Daar gaan we op ingaan. En Moreno, ik ben benieuwd. Je bent bezig met een aantal projecten. En I'm curious, wat is één project waar je het meest trots op bent? Of welke schiet het als eerst in je binnen? Ja, nou inderdaad, een aantal projecten die ik heb uitgevoerd in de afgelopen jaren. Maar momenteel ben ik bezig met één project en daar ben ik toch wel bijzonder trots op. Het is het FLIRS project. Het staat voor Female-led Innovative Rural Startups. We werken met vrouwelijke ondernemers van 5 districten. Parawanika, Koroni, Nikeri en Saramaka. En wij trainen dus deze vrouwen om eigenlijk hun business, hun traditionele business, om daar innovatie toe te passen om dus uiteindelijk te kunnen groeien in termen van human capital, maar ook natuurlijk in termen van financiën. Love it. We gaan er dus zo meteen verder op ingaan. Innovatie en visie. Hey, als jij iemand bent die de ontwikkelingen in Suriname volgt, denk ik dat het volgende dat ik je ga vertellen niet echt nieuws is. The next big thing voor Suriname is oil and gas. Een hele nieuwe industrie. We're going into a new era. Hiermee dit gaat gepaard met heel wat ontwikkelingen in ons land. Ontwikkelingen in verschillende sectoren. Als we alleen maar kijken naar bepaalde studenten bijvoorbeeld die ergens voor gestudeerd hebben, waarbij ze geen baan kunnen vinden hier in Suriname, omdat gewoon die sector nog niet goed genoeg ontwikkeld is. Die moeten dan naar het buitenland. Maar hey, nu is het wel mogelijk in je eigen land. Nou, wat zou je dan kunnen doen? Je zou gewoon je eigen organisatie kunnen opzetten. Maar je eigen organisatie opzetten, dat vergt natuurlijk heel veel tijd, besluiten nemen om ervoor zorg te dragen dat er continuïteit in jouw organisatie zit. But to survive, zul je nieuwe dingen moeten doen, dingen anders moeten doen, zodat je beter bent dan de concurrent. Op wat voor manier doe je dat? Innovatie. De vraag is dan, hoe? Misschien kan ik daarop even snel erop in. Het is zo dat we praten over de future, right? So, waar is de future? We gaan dus even in een soort spaceship of een time machine, so we go in the future. Oké, wat ontmoeten we daar? Dat moeten we onszelf afvragen. En ook een beetje relativerend naar jouw leeftijd, want bepaalde mensen zijn 60 jaar, bepaalde zijn 50, 40. So, wat is jouw toekomst? Je kan een andere perceptie hebben en je kijkt naar de toekomst van het land. Momenteel weten jullie, er is een oil en gas rush. So, jullie hebben er allemaal over gehoord dat ja, Suriname heeft olie gevonden. Oké, sorry, niet Suriname, maar de partner die met Suriname werkt heeft olie gevonden. So, there will be jobs coming, right? En deze jobs zijn eigenlijk jobs die we voorheen niet konden doen in Suriname. Mensen die daarvoor wilden gaan. Moesten in het buitenland gaan daarvoor. Om terug te komen naar de perceptie van jezelf, wat wil je eigenlijk in de toekomst? Er zal ook heel veel revenue zijn die naar het land komt. En die gelden zullen eigenlijk besteed worden in diverse sectoren. Agrarische sector, toerisme, noem maar op. En dat stukje innovatie, waarover Moreno even verder zal praten, dat zal dus ook van te pas komen. We zijn ook heel erg bekend met het UBOG-effect. Dat is meer dat je dus naar het buitenland gaat op verschillende plekken. Je ziet hoe dingen daar gebeuren. Is het al in Suriname? Als het niet in Suriname is, dan implementeer je dus hier. But that's all in innovations. En Moreno zal daarop even verder ingaan. Voordat we naar Moreno gaan, very interesting wat je zegt. Dus in principe, je kijkt om je heen, je kijkt waar de wereld naartoe gaat, je kijkt waar Suriname naartoe gaat en dan kijk je waar zou ik invulling aan kunnen geven. That's correct. A little bit of future thinking. Yes. Right? De meeste mensen plannen voor 1 jaar, een paar maanden. Maar ik zeg Een kwartaal, maar ik zeg plan voor 5 jaar, plan voor 10 jaar, waar je nu eigenlijk al weet waar je naartoe wil gaan. Snap je? Maar natuurlijk ook wat je passie is. Wat voel je? De vorige sprekers hebben aangehaald. Je moet iets doen dat je leuk vindt. Ja. Snap je? En als je iets doet dat je leuk vindt, geloof me, je zal wel iets vinden op de markt. En het is
ook allemaal vraag en aanbod. Wanneer je iets kan aanbieden, is er sowieso vraag. Maar je moet natuurlijk weten waar die vraag is. Ja, love that. En waar zou jij daarop kunnen inhaken, Marino? Wanneer mensen het woord innovatie horen, dat woord zelf op zichzelf klinkt zo gewichtig. Maar innovatie is in principe gewoon een verandering brengen in iets bestaans. Dus als een traditioneel restaurant bijvoorbeeld draait met 5 mensen als personeel, mm-hmm. en jij kan een restaurant opzetten met 1 persoon, ben je al innovatief bezig, want je laat een systeem werken met minder mensen. Of met een, zeg maar, waar je bijvoorbeeld voor op iemand had die reserveringen moest checken, heb je nu een machine daar die het kan doen met de QR-code. Er zijn zoveel manieren om dat te implementeren. En inderdaad, ik heb de discussie van daarnet ook gevallen. Er zijn ook een aantal films daarover die ons uiteindelijk een beetje bang maken. Van ja, robots gaan alles overnemen. They're coming for our job. Precies. Maar dat is dus niet zo, omdat er nog heel veel traditionele businesses zullen zijn. Maar ze zullen dus gemerged worden met het technische. En vooral in on-demand services zien we het ook in Suriname, toch? We zien dat je een app kan gebruiken om voeding te bestellen, maar die app kan het eten nog niet van je brengen. Dus iemand moet het van je brengen. Yeah. En dat heeft dus uiteindelijk wel jobs gecreëerd voor een heleboel delivery guys, die soms niet zo... soms? een beetje dingen rijden. Ik vraag me af wat voor premies ze betalen. Maar dat is niet aan de orde. Het belangrijk is dat er wel banen zijn gecreëerd door middel van een applicatie. En ons leven als mens is daar een stukje voor gemakkelijk. Want als je thuis zit en je hebt geen zin om je auto te starten, te regen, of je hebt geen zin om naar buiten te gaan, kan je dus niet gewoon bestellen. Oké, dus innovatie hoeven we niet te zien als zoiets groots, like moving a mountain. Het is gewoon dus verandering brengen. En bestaat er zoiets als te veel innovatie? Because I also feel like we zijn wel in een age waar mensen, het is a hot topic. Dus soms bestaat het dat we te innovatief kunnen zijn? Het is relatief eigenlijk aan hoeveel verandering men accepteert. Toch? Bijvoorbeeld, kijk je naar de Bobbus, dan is het gewoon een barbershop dat in een bus was en een bus is. En die bus was gewoon een bus van de SLM, die dus op de airport mensen transporteerde van de vertrekhal of aankomsthal naar het vliegtuig en terug. Mm-hmm. Maar natuurlijk, we kunnen meer innoveren erin. We kunnen die hele bus bijvoorbeeld op zonnepanelen laten draaien. We kunnen zelf regenwater tappen. Weet je, dus hoe ver we gaan met innovatie. De mate van innovatie is meer acceptatie van verandering. En natuurlijk, als je dan gaat opzoeken op Google, dan zie je dat het al bestaat. Okay. So, and that's the Uber, right? Help me een beetje en de kijkers thuis een beetje met de thought process. Want oké, we moeten innovatief zijn, maar hoe maken we het tastbaar? Laten we even kort over je Bobbus praten. Like, toen ik langs liep, dacht ik, geniaal idee. Maar hoe kom je bij dat idee? Like, give me like the thought process, kort krachtig. Dus de thought process was meer van, oké, ik wil een barbershop starten. Maar waarin? Dan zie je een heleboel containers, zie je dat een heleboel restaurants alleen containers zijn. Denk je van, nou, ik wil toch wel speciaal zijn, anders zijn. Hoe doe ik dat? Moet ik gewoon op straat knippen? Of ja, je hebt ook barbers die dus naar huizen toe gaan en die knippen. Dat is ook een stukje innovatie. Maar toen zag ik een paar oude bussen en toen dacht ik van, hé, ik kan het gebruiken. Het is scrap, right? So, ik wilde zelf een vliegtuig, een oude vliegtuig, wrak ergens vinden, maar dan moest ik het kunnen transporteren. Maar dat is innovative, right? Of bijvoorbeeld een schip. Je kan het in een schip doen, dus het is innovatief in Suriname. Maar als je dan gaat googlen, want dat heb ik gedaan, dan zie je een heleboel barbershops in bussen, maar niet in Suriname. So to be the first here, dan start je wel zo'n proces. En dan kan je afkijken, want we hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Ja. So the thought process is more like, hoe kan ik het anders doen dan wat er nu is? En omdat je het anders wil doen, omdat je anders wil zijn, ik denk dat ieder dat wil toch? Je wil er altijd uniek uitzien. Dan krijg je dus zo'n idee en het komt gewoon van de lucht vallen. En Moreno, ik ben ook very curious naar, we hebben het over innovatie, we hebben het over visie, we hebben het over the future of jobs, maar waar speelt het traditionele eigenlijk nog een rol? Want ik weet ook bijvoorbeeld van jullie beiden, you guys do both, weet je? The traditional jobs,
maar je vergeet innovatie en visie niet. Like, how do they merge? Ja, de manier hoe ik ernaar kijk is dat je niet echt werk voor de werkgever. Je bent eigenlijk ook een ondernemer binnen het bedrijf. Want jij gaat ervoor zorg dragen dat je het bedrijf waarvoor je werkt ook winsten maakt. En dat je dus uiteindelijk daarvoor een bepaald salaris krijgt. Dus ik zie mezelf dus in mijn organisatie als een consultant. En dan word je dus daarvoor op maandbasis voor betaald. En zolang je vindt dat jouw werkgever niet voldoet aan jouw salaris, zeg maar waarvoor je vraagt, then it's time to look for another. Maar wat als iemand dus thuis zit, een kijker thuis zit, en denkt, Erwin of Moreno, jullie hebben makkelijk praten. Weet je, jullie hebben netwerk, jullie hebben om in de grease, jullie hebben, weet je, de opportunities. Ik wil graag dat jullie ook daarop ingaan en misschien de kijkers thuis ook een hart onder de riem steken. Als student werkte ik altijd en doordat ik werkte, de juiste attitude had, karakter, heb ik ook mijn netwerk kunnen bouwen. Ik leerde ook heel goed met mensen omgaan. Dus het is niet dat ik gewoon zo ben geplaatst met alle degrees van kijk, je wordt geboren met een MBA en dergelijke. Nee, je gaat ervoor werken. Alleen is het zo dat je wel een soort drive in je moet hebben en je moet verder willen gaan. En dan is dan je 5-jaren plan wel belangrijk. Waar wil je zijn over 5 jaar? En soms zie je dat je het eerder behaalt. En dan denk je van, hé, het is in 2 jaren gebeurd. Wel, dan droom je verder. Want ik denk dat er een soort van drive is. Ik weet niet, ja, ik denk dat een heleboel ondernemers dat hebben. Dat je, ook al slaap je, je hersenen gaan gewoon verder. Het gaat gewoon door. Wanneer je praat met mensen, praat je ook als een ondernemer en dergelijke. Ik ken heel veel collega's die bijvoorbeeld ook echt over het werk praten en dergelijke. Maar dat is eigenlijk ook een beetje passie. Pas je daar. Als je weet dat je in een organisatie bent en je praat er bijna niet over, het is saai en dergelijke, dan is het ook een beetje een alarmerend iets van, hey, vind ik het wel leuk, misschien wil ik iets anders gaan doen. Weet je? En dan zijn er heel veel opportunities daarbuiten, alleen moet je het gaan zoeken. En de future thinking part, keep your eyes on, weet je, waar gaan we naartoe? En de plans, love yeah, that. En Moreno, voor jou als laatste nog, als iemand zegt, hey, Moreno is a special snowflake. Weet je, he's special, ik ben hem niet. Like, talk to us. Ja, sinds 14 jaar repareerde ik telefoons voor mensen aan huis. Ging daar naartoe. En het ging niet echt om het geld, omdat ik in principe deed ik het vanuit mijn passie. En van daaruit ben ik ook zeg maar elektrotechniek gaan studeren. In die branche ook geweest. Maar daarna zag ik dat er dus meer is dan alleen maar techniek. Toch? Want we praten ook over de future of jobs. Alsof techniek alles gaat betekenen voor ons. Mm. Maar leadership skills zijn nog heel erg belangrijk. Toch? Want die robots, ja, je kan ze wel programmeren, maar uiteindelijk zijn het mensen die dat doen. En dat aspect gaat er sowieso altijd blijven. Wat een belangrijk punt dat ik ook nog wilde maken, is dat ik denk dat er soms toch wel een pressie wordt gezet op mensen van, ja, je moet ondernemer zijn. Niet iedereen hoeft ondernemer te zijn. Als je gelukkig bent met je baan en je levert een wezenlijke bijdrage aan jouw, zeg maar, de taken die jij moet doen binnen jouw werkgever en je werkgever die van strategische, bijvoorbeeld, positie in het land of je hebt verschillende klanten die je kan dienen. Zeg maar bijvoorbeeld mensen die werken met oudere mensen, toch? Om ze te verzorgen. Ze leveren een hele bijdrage. Als al die mensen nu zeggen, ik word ondernemer, ik ga iets anders doen, wie gaat dat dan doen? Mm-hmm. Dus die mensen heb je ook nodig. Dus doe dingen vanuit je hart. Je moet het voor jezelf willen en dan gaat het heel veel kosten om je ook wel tegen te houden, om je doelen niet te bereiken. Geweldig. Thank you guys. We gaan nu naar The Spot. The Spot is een segment waar ons publiek een burning question mag stellen aan onze experts. Goedenavond allemaal. Ik ben Ocean. En wat ik zo'n beetje heb samengevat vanavond is bij de vorige conversatie dus dat er werd gesproken over netwerken. En nu hebben jullie het dus over innovativiteit en future jobs. Maar wat als we het nu van een zodanige perspectief bekijken dat we ook denken aan future jobs. We zien dat het overgenomen wordt door robots. We gaan dus, we stappen de IT-branche in. En we
gebruiken daar onze innovativiteit. Zeg maar, we komen met een concept. Maar hoe zullen we dan daar zodanig gaan netwerken om ons concept eigenlijk out there te zetten voor grote stakeholders, voor mensen die dus in ons willen investeren en zo. Dus hoe hebben jullie dat gedaan en wat is eigenlijk jullie advies om onszelf out there te zetten? Yes. Oké, dus een van die mooie zaken die ik ben tegengekomen tijdens COVID bijvoorbeeld, is dat ieder dus nu van huis uit werkt. En we hebben een robot gebruikt daarvoor en dat was Zoom, Teams. Ja, ik zie zelfs een robot hoor, dus een software natuurlijk. We konden dus van huis uit werken, we konden met onze kinderen bezig zijn, we konden ook een beetje slapen tijdens het werken en dergelijke. Maar zo zie je eigenlijk worden robots gecreëerd om het leven van ons een beetje makkelijker te maken. Maar ook het leven van ondernemers. Het is ook namelijk zo dat wanneer je bijvoorbeeld een onderneming start, zie je dat je soms een proces hebt dat niet loopt. Dus je wil dan, vooral wanneer je met mensen werkt, moet je ze vaak genoeg trainen en op peil houden. Wat wil je liever? Een robot. Want je wil dat die robot eigenlijk geprogrammeerd wordt en hetzelfde ding doet. Toch? Kijk bijvoorbeeld naar petflessen die nu gemaakt worden. Een heel fabriek vol met robots. Maar vroeger deden waarschijnlijk mensen dat. Maar er werden ook heel veel ongelukken die toen plaatsvonden en dergelijke. So, het leven is een beetje makkelijker geworden door robots. Weliswaar wil ik zeggen dat deze robotten nogmaals in stand gehouden moeten worden. Je sprak over stakeholders. Dat gedeelte snapte ik niet echt. Maar als ik een beetje erin kan gaan, denk ik dat wanneer je met een nieuw concept komt, ga je rekening moeten houden met deze zaken. Deze zaken ga je natuurlijk moeten meenemen. Net als wanneer er nu bijvoorbeeld belangrijke meetings worden gehouden. En het is van huis, ga je eigenlijk, je moet nog steeds netjes erachter zitten en dergelijke. Je kan niet gewoon, ik zie ook dat ze blurred screen hebben of je kan een andere wallpaper zetten. Want misschien is je kamer niet zo netjes en dergelijke. Dus je gaat echt rekening moeten houden met al die dingen, because we gaan nog steeds vooruit. Je kan naar achteren gaan, maar dan moet je kijken naar een land dat niet zo ontwikkeld is. Of je moet een ander gebied kiezen, bijvoorbeeld je gaat naar binnenland waar het een beetje minder ontwikkeld is, zodat je ze stapvoets eigenlijk vooruit kan brengen. But, om terug te komen, als deze systemen al bestaan, ga je het moeten meenemen in die gesprekken voor eigenlijk om investeerders aan te trekken. Heb je nog iets te zeggen? Ja. Ik denk dat we even hierbij gaan stoppen, okay. Want we hebben nog meer vragen. Ik denk speciaal een paar van jou, Moreno. Okay. So, we hebben nog een vraag uit de zaal. Ik ga hem even voorlezen. Onze vraag is dus van Rajiv. En Rajiv vraagt: wat is jullie toekomstvisie over ons onderwijssysteem? Okay. Moreno, do you want to pick that up? Want vooral je had het over, je hebt de traditionele route gevolgd. Yeah. En dat technologisch gedeelte, talk to me. Yes, even testen, ja. Nou, als ik moet starten over ons educatiesysteem, dan kan ik aangeven dat het dus niet alleen in Suriname, maar best outdated is. Als we kijken naar dat we dus met z'n allen in één klas zitten, dezelfde vakken krijgen. En pas na 10 jaar zelf dat je een beetje kan gaan kiezen waar je naartoe wil gaan. Heb vandaag nog toevallig gelezen over Japan dat ze daar kinderen van 6 jaar, die mogen al technisch kiezen als ze dat willen. Mm. Maar je hebt ook richtingen zoals kunst, toch? Richtingen zoals wat Meredith doet, dat je dus daar creatief bezig kan zijn. Niet hier lijkt het alsof we een beetje opgeleid worden om in die government te gaan. En daarna hoor je dat die government overspoeld is met ambtenaren. Maar het wordt in stand gehouden. Dus mijn visie daarvoor is dus uiteindelijk dat we gaan naar een resultaat-georiënteerd educatiesysteem. Waarbij studenten, scholieren op een jonge leeftijd al die informatie kunnen krijgen. Wat de jobs daar zijn dat ze kunnen gaan doen. En dat ze uiteindelijk dan meteen hun pad daar kunnen gaan uitstippelen. Er zijn heel veel creatieve studenten. En bijvoorbeeld als je dan niet weet waar Tapanahoni precies is, dan haal je adreskunde niet. En dan kan je je heel schooljaar niet halen. Ja. Terwijl je gewoon slim bent. Je weet, die persoon kan alles met rekenen. En zo iemand wordt erachter gehouden, maar die persoon geografisch niet zo goed snapt. Dus dat we dus meer daarna moeten gaan kijken. Omdat is eigenlijk
die ontwikkeling te gaan stimuleren. Ja. En Diego wilt weten, wat is de relevantie van een MBA in the future of work? Want jullie hebben beide een MBA, right? Ja, dat klopt. Oké. Okay. Gaat het ons helpen? Do we need it? Talk to us. Oké, okay, misschien de reden waarom ik voor een MBA heb gekozen, misschien kan ik het dus vanuit mijn ervaring, is omdat ik een beetje meer over de business wilde weten. Natuurlijk, een MBA, daar heb je verschillende aspecten. Je hebt marketing aspecten, finance, procesmanagement, organisatiemanagement, noem maar op. Dus alles dat ik eigenlijk heb gemist in mijn jaren naar mijn loopbaan wat ik nu heb, heb ik dan eigenlijk opgevangen met mijn MBA. Als je dat snapt, kan je ook een soort gap-analyse maken om te zien, hey, hoe ziet de toekomst eruit en wat missen we precies? Type leiderschap, right? Bijvoorbeeld vroeger, als je kijkt naar die Egyptenaren en dergelijke, zag je dat leiders een beetje, ja, je moest bang zijn voor je baas. Mm-hmm. Nu wordt leiderschap gestimuleerd als ze zijn, je moet opkijken naar je baas. Iemand die een voorbeeldfiguur is en dergelijke. Zo, in de toekomst zal dat waarschijnlijk ook veranderen. Want als wij nu allemaal thuis gaan werken en we gaan allemaal ondernemen en we gaan door middel van KPIs, Key Performance Indicators, werken van ik moet dit halen voor mijn baas, daarna maakt hij zich niet druk wat ik thuis doe. Ik moet alleen een beetje goal-oriented. We know what you mean. Wel, ja, doelgericht. Ja, ja. Doelgericht. Ja, je wil een beetje doelgericht werken. Dan denk ik dat er een ander type leiderschap nodig is. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld, de kinderen van nu worden nog steeds op een traditionele manier lessen gegeven door middel van boeken en dergelijke. Maar moeten we ze die boeken geven? Want uiteindelijk, mijn zoon van 5 jaar heeft al een tablet en ik kan gewoon op Google gaan. So, misschien moeten we hem leren waar hij die informatie kan vinden. Terwijl wij nu nog steeds boeken aanreiken om hem te wijzen wat 1 en 1 is. Terwijl hij gewoon een calculator heeft. Right? Dus so, een beetje naar de toekomst toe, denk ik dat een MBA, een leiderschap type, ja, een leiderschap skill zal ontwikkelen. Mm. Maar we moeten natuurlijk een gap-analyse daarvoor kunnen. Dus voor jou had die MBA wel toegevoegde waarde, maar het is niet zo van à la dollar het gaan doen. Like, make the. Als je de business nog niet echt snapt, denk ik wel dat het een aanrader is. Ja, ik maak hier reclame hoor, maar als je het niet snapt en als je echt wil gaan ondernemen, kijk net als wat Moreno zegt, sommige mensen willen gewoon een verpleegster zijn of een arts. That's it, is goed voor jou. Maar als je echt het systeem wil gaan snappen om een organisatie te leiden, dan zeg ik wel dat het een goede aanrader is. Thank you. Juanita, alsjeblieft opstaan, naar de spot gaan en stel je burning question. Als huidige professionals, wat voor advies heb je voor opkomende professionals die behalve blijven volhouden, je inzet? Waarbij kunnen jullie bijdragen om te zeggen jullie helpen ondersteunen om deze dan future professionals te maken? Ja, nou, hele mooie vraag om dat zo te zeggen. Ik denk dat wij niet, ik praat dan niet vanuit mij als persoon, maar gewoon vanuit ons als young professionals, iedereen die hier is, dat we dus eigenlijk gewoon meer, en daarom ben ik heel blij met dit met evenement, dat we dus meer van zulke momenten moeten hebben dat we van elkaar gaan leren. Want als ik zeg hoeveel kennis en ervaring er in deze ruimte is op dit moment, dan denk ik dat we alle issues waarmee wij als land op dit moment zitten, waarschijnlijk binnen een weekje als we elke dag hier zitten, kunnen uitwerken. Zonder grap. We kunnen het wel. Dus dat we dus gewoon meer met elkaar moeten gaan werken en elkaar minder gewoon als concurrenten zien. Toch? Maar om toch terug te komen daarop. Het is een proces en ik denk dat het goed is om te kijken naar mensen die observe professionals, zeggen ze dat. Dat niet over ons, hè. We zijn nog ver daarvan. Maar observe mensen die al een paar stappen verder zijn. Maak conversatie met ze. Probeer ze een LinkedIn bericht te sturen om te vragen van, hey, kunnen we een half uurtje zoomen, een kwartiertje zoomen? En het komt soms een beetje, het kan een beetje opdringerig overkomen of dergelijk. Maar als jij voor jezelf toch wel hebt gezegd van, hey, ik wil ervoor zorg dragen dat ik
wil gaan groeien in termen van iets wat u specifiek doet, dan zou je dus echt daarmee met die mensen alvast moeten op gaan trekken en uw netwerk gaan opbouwen. Ik denk dat als we dus gewoon meer met elkaar collaboreren, dat we eigenlijk hetgeen dat u zegt, dat we dat daar die boost kunnen brengen. Omdat dus er zoveel toch, ja, dat we dus daar die boost kunnen brengen. Ja. Dus collaboration. Dat is de sleutel. Ja, ik vind het krachtig om hier te eindigen. Guys, thank you voor het publiek voor hun burning questions. En thank you Moreno, thank you Erwin, dat jullie je kennis willen delen. Ik heb van jullie genoten en nu gaan we naar een muzikale intermezzo. Yes. Ik heb deze song on repeat afgespeeld, dus nu wil ik introduceren Del en Shamelda met hun nieuwe single Motivatie. Goedenavond, goedenavond. Yeah, yeah. Hey, model. Ik zeg dat je bij mijn herrie en mijn pies. Ik denk dat ik je ga worden als ik je verlies. Work of art, had je bij mijn Mona Lisa. Yo, je bent een trofee, ik verdien. Yeah. Niet te messen, dat is wat ik denk. Zit zo'n type die boos wordt als ik money op de spend. Vandaag zeg ik je sorry, morgen doe ik het again. Ik wil met jou boos, had je spend. Nee, ik heb bij haar, zat jij niet meer ziek, boom. Temi a ti bonga en beke mi coco. Ya mi pano no en que le le han asico. Sauso me que tobi mana lo mi tanso. Naya me que afaya sa jaine mi sikibo. Temi a ti bonga en beke mi coco. Dimi kwa ni libi ne mi de shala de so sa de beli. Ye me me mori fati. Sari po his fati. The perfecto combinati. That's a way. Tamo risca no ma prena so combinati. Ye me me mori fati. Perfecto combinatie. En nu hopen we het gehad voor de eerste editie van Talk the Talk. We hebben gesproken met Sandrina, met Erwin, met Moreno, met Meredith. We talked about innovation, networking, visie, entrepreneurship. We started the conversation en ik hoop dat jullie thuis deze zullen continueren. En ik zie jullie bij de volgende aflevering. Voordat ik ga, wees goed voor jezelf. Want als jij dat niet doet, wie zal het doen? Bye. We'll be right back.
This is another Supreme production. Supreme TV.